Plekken, want uh, dit is dan uh, uh, Venetië, Italië. Uh, ook het Gardameer zagen we nu beelden van. Uh, Spanje heeft inmiddels ook al maatregelen getroffen om uh... De, daar is ook al droogte. Om te voorkomen dat er uh, water verbruikt wordt voor zaken waar het niet voor nodig is. Bijvoorbeeld je auto wassen of andere Tuinsproeien, zaken. Zwembad. Tuinsproeien, dat soort dingen. En uh, Frankrijk heeft ook uh, aangekondigd daarover na te gaan denken. Want daar is het ook op dit moment al heel erg droog. Ja, dat is de droogte. Maar we hebben ook een sneeuwstorm op Mallorca. Ja, want het probleem is namelijk dat in de Middellandse Zee. daar tolt al een hele tijd een lage drukgebied rond. En uh, die zorgt voor heel veel neerslag. En en dat zie je dus, dat op korte afstanden die verschillen gewoon heel erg groot kunnen zijn. En hoe komt dat dan? Dat doet... um, nou, eigenlijk wordt het over het algemeen heter en in de zomer droger. Maar de herfst en de winter, die worden eigenlijk wat natter. Alleen na zo'n hele droge periode moet je wel genoeg water weer hebben om het allemaal aan te kunnen vullen. Nou, de afgelopen herfst en winter waren vrij normaal, waren iets wat natter dan gewoonlijk. Maar ja, goed, de afgelopen zomers die waren gord en gord droog.